Ik ben Hubert Delaunay, vioolbouwer in Utrecht. En ben een aantal maanden geleden benaderd door het NMF om deze Kuiper Cello te restaureren. Het is een gigantisch project, want het bovenblad had een enorme schade. En met name de borst, want die was helemaal ingezakt. Ik verwacht dat ze deze cello ooit hebben verdund. Of je weet zeker dat ze hebben verdund, maar dat is een jaar of 50, 60 geleden gebeurd, misschien wel langer. En het bovenblad is zo dun, dat is maar 3 mm. En wat je krijgt daardoor is dat het bovenblad fantastisch reageert. Het is heel resonant. Maar het houdt de druk gewoon niet. Op een gegeven moment zakt het in elkaar, letterlijk. Dus zijn ze bij mij gekomen om te vragen of ik dat weer, plat gezegd, kan uitdeuken. Dit is de binnenkant. Vrij zelfs omdat je dit nu zo ziet, want eigenlijk, ja, dit is best wel een rommeltje op het moment met verschillende soorten plakketjes en blokjes. Dus dat ga ik allemaal verwijderen en weer opnieuw aanbrengen. Maar de focus zit dus hier op de borst, tussen de F-sleutels. En wat ik ga doen, zometeen is dus met heet zand dit weer helemaal naar buiten persen. Dat is een heel langzaam proces, dat duurt weken. Dus ik leg dat zand in het bovenblad, met gewichten daarop. En vervolgens zakt dat weer terug. En ook nog, er zit lak aan de achterkant. En als je het te heet maakt, dan ja, valt de lak eraf. Dat willen we niet. Het achterblad is dan weer in een geweldige staat vergeleken met het bovenblad. Dit is een typische Kuiperslak. Dat zie je op alle instrumenten. Dit is echt iets unieks van, die hebben waarschijnlijk een eigen recept gehad of een gigantische pot, ik weet het niet. Maar op alle instrumenten zie je die terug. Hier heeft Kuipers ooit zijn labeltje geplakt, inderdaad. Maar ik zet hem zo tussen 1780, 1790, zoiets, in die periode. Ja, dat ze bij me aanklopten vond ik echt heel tof. Inclusief de retouches en alle andere reparaties, denk ik minimaal 8 maanden dat ik hiermee bezig ben. Dat is echt een groot project.